There we go. Hey, how's the, is the mix in there sounding good? It sounds good to us, it sounds Where's good to Lyle us. Where's Lyle at? Lyle, how's it sound? Are the vocals sunk in, like, enough that you can hear everything? Yeah. He's our reference man. Blind Melon is bekend geworden om twee dingen. De kwaliteit van hun muziek en de onuitputtelijke energiebonk Shannon Hoon. Die niet zomaar zingt, maar zingt. Gathering, and all the
Rogers, I don't think your Peterbilt hat was in tune. My Peterbilt hat? What? What? Did you say something? No, he didn't. Who said something? I felt perfectly fine with that one, personally. You know... I said let's move on. Let's move on. How was that version there? What did he say? Hey, What did he say? Lyle. Was it? Good. He said he was satisfying. Okay. What's next? Hey, Lyle, you know, you're going to get engineering credit on this because you're sitting right beside those guys. It makes him feel good. Executive producer. Well, actually, he's part of the family already. Yeah, he is. I use glass when I play acoustic and metal when I use electric. Blind Melon dus, en zanger Shannon Hoon. Toen hij het ouderlijk huis op 19-jarige leeftijd verliet, was hij een mislukte topsporter aan de drugs. Omdat Shannon voor Los Angeles als nieuwe woonplaats had gekozen, sprak zijn moeder de legendarische woorden: als ik hem ooit nog terugzie, is dat in een kist of als ster in een rockband. That's the first time we've ever recorded that. Yeah, well, let's go here before we change tunings and crap. Okay. Are we going to do something else? I liked it. We should. Let's listen to that. I wouldn't mind doing that. Here we are.
please get out of here? Okay. Aangenaam kennis te maken. Hoon. Shannon Hoon is de naam. Zanger bij Blind Melon. Shannon heeft een reputatie die er niet om liegt. Gewezen topsporter, gewezen drugsverslaafde en getalenteerd zanger die weigert om zichzelf in een keurslijf te laten duwen. In eigen land heeft hij inmiddels een strafblad waar als laatste aantekening op staat het urineren over zijn publiek tijdens een optreden in Florida. De rechter bestrafte deze glamourdaad een paar maanden geleden met een even ludieke veroordeling. Blind Melon moest het goed maken door op de school van de besprenkelde fans een 90 minuten durend concert te geven. Bij ons is hij eerst beledigd omdat een van onze cameramensen hem filmt als hij zijn stem aan het loszingen is. Maar nadat onze geluidsvrouw de storing in zijn Hi8 camera verhelpt, gaat het allemaal weer een stuk beter. Maar lastig, dat blijft hij. What I'd like to do is do a soundcheck first to the first song. Then have you back in the booth and we'll listen to the balance, etc, etc. So I think the only thing we're waiting for is Shannon, right? Yeah. Yeah? Yeah, I'll have one. Right. Yeah, there you are. Thank you. Yeah. Shannon. Can he hear me then? Oh, yes. Well, if you use this microphone, then he can hear. Oh, I'm sorry. I'll wash your jeans for you. I got coffee on the phone. All right. If you want to stay as close to the microphone as possible, because you've got quite a, thin voice. And. Did I fade back during change? Yes, sometimes you do, yeah. But it's no problem. Okay. So we'll probably redo that. No. No, we probably won't. We'll come and listen to it. Well, this has got a very nice atmosphere, and it's more important to have a more nice... It's more living room. Yeah, right. That was part of this one. Do you want this like this? Or do you want... Maar over muziek is het makkelijk praten met Shannon. Vlak voordat de 2-meter-sessie echt van start gaat, vraag ik hem of hij een cover wil spelen. Ja, we doen een Velvet Underground nummer. Op het waarom zegt hij dat Blind Melon erin geslaagd is Velvet Underground voor het eerst echt vrolijk te laten klinken. En vervolgens verrast hij me met iets heel anders. Buy me a thunder diesel down just before it rained. Wrote a song all the way to New Orleans. Well, I pulled my hop outside of my daddy red bandana and I played it song while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wiper slapping time and I was holding Bobby's hand in mine. Played every song that driver knew. Wow, you know your classics. We know about three of them. Well, let me guess for the other one. Love Me Do by the Beatles. I know that one. I forgot that one. I know all the Beatles songs. Oh, yeah, I'll tell you something. I'd like to use your hand. You should really be recording all this crap. That's another take, Shannon. Let's do Candy Says. Let's do it. I like that. Oh, here we go. Oh, I come and hate my body, and now
sound pretty? Yeah, it's all right. Sound real pretty, sound all right. I have some songs on my list as well. So what's after Blue then? After Blue is just the change. Blue June is just the change. Pardon, Gert? We're just gonna get a couple of glasses of water just before we start. Oké. Okay. We beginnen met een drietal nummers die met één vocaal zijn, maar ik vraag het nog even per nummer hoor. Bij de eerste groep, An Emotional Fish, liggen de zaken even wat anders. Wat je vraagt, dat krijg je. Ik had een wensenlijstje met mijn favoriete nummers gemaakt. Dat veranderde zij geluidloos in hun speellijst. Waar gaat David staan? Nou, het is dat we komen together en right beat. Vlak voor het einde van hun 2 meter sessie vraag ik aan Blind Melon of ze een nummer willen spelen dat niet op hun cd staat. Ze besluiten een song te nemen die ze net hebben geschreven, maar nog niet eerder gespeeld. Een uitprobeersel dus. Shannon breekt na de eerste tonen meteen af en probeert het nog een keer. I'm tired of doing it. Let's try it. We're getting it in the ground. Let's try it. What are you gonna do when you get in a real rock and roll studio, Shannon, trying to make a record? Huh? You gonna give up that fast? Should've been in my shoes yesterday.